Yo mensen, Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op mijn kanaal. Vandaag zit ik op een nieuwe first person shooter game genaamd Splitgate. En de reden waarom ik deze game heb gedownload is omdat er onder de video's, op mijn Twitter, in de livestreams, op Instagram, overal stond de vraag van Jan, heb je Splitgate al gezien? Jan, wanneer ga je Splitgate spelen? Jan, download Splitgate, want het is awesome! Dus, ik heb naar jullie geluisterd. Ik heb het gedownload, dat is namelijk een gratis te spelen game. En we gaan daadwerkelijk vandaag een aantal potjes spelen. Nu heb ik wel al een klein beetje de game geoefend. Ik ben namelijk op dit moment level 10. En wat het is, is het is een combinatie van Call of Duty, van Halo en van Portal. Oftewel, wat je speelt is een casual 4 tegen 4 in bijvoorbeeld Team Deathmatch, King of the Hill, Domination, Team Shotty Snipers. Heel veel verschillende game modes die erin zitten. En je doel is natuurlijk om de vijanden af te slachten. Er zitten heel veel verschillende wapens in de game. Je hebt redelijk veel health ook in de game. En er zitten heel veel technieken in. Je zou het gewoon kunnen spelen als Call of Duty. Je zou het gewoon kunnen spelen als Halo. Maar er zitten ook portals in. Dus als je twee portals schiet, kan je daartussen gaan teleporteren. En kan je heel slim de vijanden af zijn. En er zit heel veel, maar er gaat heel veel achter. Het is heel erg chaotisch. En ik vind het tot nu toe heel erg leuk om te spelen. Dus wil je er nou meer van zien? Wil je nou dat ik dit vaker upload? Vergeet er natuurlijk niet keihard op dat duimpje omhoog te klikken. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal en het belletje aan te zetten. En willen jullie er meer van zien? Laat me weten, want dan kan ik er meer van laten zien. Dus thanks allemaal voor alle support. En ik wil ook zeggen dat we nog steeds 10% korting hebben op alle X-Gamer producten via de kortingscode Jaraski. De link daarvan staat in elke video in de beschrijving. En ik weet dat ontzettend veel van jullie al een X-Gamer product hebben aangeschaft. En ook al hebben getest en er heel, heel erg tevreden over zijn. Dus dank jullie wel ook daar voor alle support. Nu heb ik zelf laatst de King of Banana Flavor uitgezet. Die vond ik ook heel erg lekker. Dus experimenteer een beetje met de smaakjes. Kijk welke jij het lekkerst vindt. En vergeet niet de code Jaraski te gebruiken voor 10% korting. Of natuurlijk een sample pakket te kopen met 25% korting. Link daarvan staat altijd in de beschrijving. Laat me het weten wat je ervan vond. Laat me weten als je het hebt aangeschaft. En wat we gaan doen, is we gaan eerst overschakelen naar een gun game potje. En daarna doen we nog twee Team Deathmatch potjes. Dus let's go. De game gaat beginnen in 1-0. Let's go, we zijn begonnen. Dit is meteen een map die ik nog nooit heb gespeeld. Dus het gaat wel lastig worden. Ik moet ook wel raar schieten. Die kill heb ik. Komt er hier nog eentje aanrennen. Die kill hebben we ook aan beginnen met een triple kill. Dit is wat we willen zien. Meteen een battle rifle in onze handen. Dat is een beurswapen. Meteen een plasma rifle in onze handen. Die is super sterk. Meteen een shotgun in onze handen. Daar kunnen we niet op afstand mee schieten. En wat een begin. We hebben al 5 kills weten te maken, joh. Wow, yo. Nu kunnen we natuurlijk ook gewoon heel makkelijk portals spannen, zoals jullie weten. Zoals deze enemy. Oh, ik ga door jouw portal heen. Kiekeboe. Zoals deze enemy hier ook aan het doen is. Maar wat hij denk ik niet door had, is dat ik gewoon door zijn portal kan rennen. Sorry, vriend. Maar ik kan mijn eigen portal spannen op deze manier. Maar ik kan ook gewoon... Uh-oh, door een vijandige portal. Oh, geen headshot, dat was een sniper rifle namelijk. Door een vijandige portal rennen. Als ik een headshot had met die sniper, was die wel echt beast geweest. De enige manier hoe je bij de een one-shot of kill maakt met een sniper, is als je een headshot maakt. Dus dat is wel lastig. Wop! Ik heb hem, ik heb hem. Ja, 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 ik heb hem, ik heb hem. En nu zie je gewoon letterlijk alle wapens die in de game zitten ook gewoon voorbij komen. Dit is een railgun, die moet je opladen. En als je dan ermee raak schiet, dan is het gewoon een one-shot, one kill. BIM! Zo doen we dat. Het is een RPG, dat weten we allemaal. Hoppatee, BIM! En nu krijg ik wapens die ik nog nooit heb gezien, namelijk een normale revolver. Daar heb ik nog nooit een kill mee gemaakt. Maar daar moet nu wel verandering in komen. Nice, nice, nice. Oké, okay, ik ken nog niet alle wapens in de game. Ik ben letterlijk pas level 10. Dus de wapens die we nu krijgen... Oh, ik heb geen idee wat dit is! Die ken ik ook helemaal niet. En dat is eigenlijk wel een slimme portal daar. Ja, dat doe ik ook eventjes. Kiekeboe, daar ben ik. Oh, ik val van de map af. Nee! Ik ken die map niet, bro. Weet ik veel dat ik daar van de map af kan vallen. Oh, die was heel slecht. Nu ben ik pas level 10. Dus voor mij is het ook nog allemaal wennen. Voor mij is het nog allemaal kijken hoe het nou precies werkt. En ik ben nog niet zo goed in het spannen van die portals. Dus daar moet ik echt nog even mee leren omgaan. Maar het is natuurlijk wel echt heel, heel erg slim bedacht. En ook heel erg leuk bedacht. Want ik ren nu gewoon hier naartoe. En ik zou in één keer, hallo, weer terug kunnen komen. Die vijand heeft niks door. En babom, dan is die kapot. Opnieuw een sniper uit. Volgens mij is het gewoon een rotatie van wapens die je heel goed krijgt. Want nu ben ik namelijk weer opnieuw bij de shotgun. Dus dan weet ik nu wel ongeveer hoe de wapens gaan. Even hier een portal spannen. Want dan kom ik in één keer achter ze namelijk. Hallo.
Dat heet tactiek. Nu, oh, boven me. Submachine gun. Oh nee, plasma rifle is dit. Oh, en ik word neergeslagen. Nee, dan ben ik gereset. Ik heb niet zo'n hele hoge sensitivity aanstaan. Want we hebben natuurlijk ook in het verleden veel Halo gespeeld. En in Halo moet je eigenlijk je sensitivity niet te hoog zetten. Want dan ga je heel veel misschieten. Dus vandaar dat ik hem redelijk laag heb staan. Maar natuurlijk op kortere afstanden die je schiet. Kan dat... Hij heeft een pas op. Kan dat nog wel eens fout gaan? Dit is een machine gun. Gewoon mijn hipfire. Gewoon mee schieten. Oh, even reloaden. Wacht even, enemy. Ik weet dat je hier staat naast me. Ja, daar ben je. Maar dat was niet zo slim van je. Carbine hebben we nu. Oh, hij killt zichzelf met zijn RPG. En dan ben je ook gereset, vriend. En de game is alweer bijna afgelopen. Ah, ik vind dit echt oprecht. Ik zag je lopen. Wel leuk, hoor. Kijk, dit is ook nog eens een super slimme tactiek. Ik schiet nu gewoon door mijn portal heen. Dus mijn portal hangt daar. Ik kan er doorheen kijken. En op die manier kan ik dus ook de vijanden uitschakelen. Kijk, hier. Gewoon door mijn portal heen. Nee, de laatste kill is een fist. Oh, shit. Komt er een aan, komt er een aan. Jongens, ik speel op laag 650. Ik ben zelf gefist. Gun mij de laatste kills, enemies. Ik zie er een. Oh, nee. Maar die kan me neerslaan. Ja, jij kan mij neerslaan. Ik moet... Nee! Nee! Ik moet hem twee keer raken en hij kan mij in één keer neerslaan. Dus dit is echt zuur, man. Hé, hey, alsjeblieft. Ik heb je die kill gegund, bro. Nu zit ik wel achter iemand aan. Dit is mijn kans. Nee, dit is niet mijn kans. Dit is wel mijn kans. 1, 2 en we hebben gewonnen. Woe! Zo doen we dat. Let's go. Nu heb je eigenlijk heel veel van de wapens kunnen zien. De railgun, de sniper rifle, de submachine gun, de plasma rifle, de carbine, alles. En we hebben nog eens de game gewonnen. Dus lekker gedaan. En op naar een echt Team Deathmatch potje. Team Deathmatch. Hier gaan we dan. Let's go. Ik span meteen een portal naast me. Mijn team die doet precies hetzelfde. En iedereen spant in met hetzelfde wapen. Hoe je namelijk... Oeh, dat was een lekker killetje team. Heet lekker bezig. Hoe je namelijk nieuwe wapens kan krijgen. Pas op, want ze schiet door de portal heen. Ik kan wel door de portal heen schieten. Ik kan alleen hem niet zien. Terwijl hij mij wel kan zien. Dus dat is heel lastig. Slimme portal van hem overigens. Maar iedereen spant met dezelfde wapens in hun handen. En de manier hoe je wapens krijgt in Team Deathmatch is door ze op te pakken van de grond. Oeh, dat was even concentratie daar. Loopt er ook een boven me ergens. Awesome, mooie kill. En hier in het midden ligt bijvoorbeeld een plasma rifle die ik graag wil hebben. Dus die neem ik mee op het einde en dan kunnen we daar nu mee gaan schieten. En dat is precies de manier hoe de game werkt. Oh, ik ben weak, dus ik moet heel veel wachten tot ze achter me aankomen. Want dan kan ik mijn helft weer bij krijgen. Mijn helft die staat overigens gewoon boven in mijn beeld. Hallo vrienden, kom achter je aan. Teammate heeft volgens mij in mijn rug. Wojo. Ik heb letterlijk 15 HP. Waarschijnlijk komt hij achter me aan. Ja, hij komt achter me aan. Let op, daar komt hij. En mijn teammate heeft hem lekker bezig, teammate. Die was beast van je, jongen. Woe! Uh-oh. Sorry, vriend. Volgende keer beter. Komt hij ook achter me aan? Ja, zeker weten. Ze blijven achter me aan. En dat is niet slim van jullie, jongens. Oh, we zijn lekker aan het spelen, joh. En je ziet het, ik gebruik die portals echt eigenlijk te weinig. Ik moet ze eigenlijk veel vaker gebruiken. Want dat is namelijk de manier hoe je de enemy zo slim af kan zijn. Waardoor ze eigenlijk geen idee hebben waar je ook daadwerkelijk bent. Ik zie je portal daar links zitten, vriend. Hij komt waarschijnlijk niet achter me aan. Hij staat me wel op te wachten, maar zijn helft is er alweer bij teruggekomen. Dat was slim van hem. Hij bleef gewoon rustig om me wachten, maar ik heb je nog wel, vriend. Als ik nu dus bijvoorbeeld hier... Oh, daar zit al een portal. Oh, shit. Ik moet rennen. Ik ben low namelijk. Doei, tot de volgende keer, jongens. Woe, mijn teammates zijn er... Hij komt door de portal heen. Oh, ik moest hem nog één kogel raken. Nee, hij schoot de portal naast me. Loopt hij door de portal heen waar ik stond. Je ziet het, die portal, jongen. Ik weet niet waar de vijanden op dit moment zitten. We staan wel voor... En je kan alles hipfire in de game. Je zou eventueel wel kunnen inzoomen. Maar ik vind dat zelf niet heel erg fijn. Er loopt nog eentje hier boven me. Oh, en hij heeft een portal gespannen. Ah, hij gaat er vandoor. Ik gooi hem in een piegranaat er eventjes. Want mocht hij dan de portal spannen, dan gaat hij natuurlijk automatisch weg. Het zit er even voor ons, jongens. Onder me. Ik zag je lopen op de minimap en je hoort ze lopen. Dat is 2 voor de prijs van 1. Hier beneden lopen er ook een paar. Die zijn naar boven gegaan. Ik heb geen ammo meer. Oh, ik heb direct. Oeh, er zit er nog eentje achter me aan. Oh, ik loop snel weg. Er zit er eentje ook achter me te schieten. Even een portal spannen. Dan kan ik nu heel stiekem hier doorheen kijken. Nee, hij zit al achter me. Portal er doorheen. Floep, daar ben ik.
let's go! Ik heb ze gejuiced, bro! Let's go! Oh, er gebeurt zoveel op zo'n moment dat ik het zelf ook niet eens meer bij kan houden. Ik weet niet wat jij aan het doen bent. Uh-oh. Dit ga ik niet overleven, die zag ik wel aankomen, maar... Oh, wat een game is dit, joh. Wow, joh, het is zo. Maar dat ik echt zo goed opletten. We staan met 41 om 28 voor. Het gaat uiteindelijk tot de 50 punten. Dus de game gaat... Oh, geef me die sniper. De game gaat redelijk snel voorbij. Dat is één keer geraakt. 65 damage. Zoals ik al zei, je moet een headshot maken met de sniper. En hij is neer. Dat was niet slim van je vriend. En de beste combinatie die je kan hebben is een sniper rifle samen met een shotgun. Maar... Een sniper rifle in combinatie... Pas op die mate. Een sniper rifle in combinatie met een assault rifle. Die is ook nog wel fijn. Ik moet nog reloaden. Reload sniper. Volgens mij is mijn assault rifle ook nog leeg. Dus die reload ik ook tegelijkertijd eventjes. Beam! Oh, die was mis. Of was hij raak? Ik weet... Ja, ik had hem wel geraakt. En teammate heeft hem! Ik had hem wel geraakt. Ik schoot hem door mijn teammate heen. Met 65 damage met de sniper rifle. Let's go! En dan is de game alweer afgelopen. Zo doen we dat. Laten we gewoon nog eentje doen. Gewoon omdat het kan. Op naar het volgende potje. De volgende game is ook begonnen. Het staat 3 om 6 op dit moment. Ik zie je in het hoekje zitten, vriend. Jammer, vriend. En ik zie daar een railgun. Please geef me de railgun. Please geef me de railgun. Niet meer killen. Dankjewel, we hebben de railgun. Oké, deze moeten we eerst opladen. Nee, dat schiet ik mis. Maar ik heb je nog wel. Oh, die had me zo erg moeten hebben gewoon. Ik heb jou ook nog. Er zit er nog één bij ons. En ik heb jou ook nog. Triple kill, let's go. Wow, yo. Ondanks dat ik misschoot, heb ik zelfs nog allemaal de vierde. Komt er ook weer aan. En die hebben we ook nog. En wat zijn we nu weer aan het doen? Oké, ik wil... Pas op, jongens, voor ons. Ik heb hem. Alsjeblieft, er was een headshotje van me. Ik ga even snel door die portal heen, want dan zit ik achter hem. Dat heb je niet door, vriend! Die vet is gejuiced. Er zit er nog één achter me. Assault driver erbij. Let's go. Zit er nog één op dezelfde plek ergens? Ik val van de map af, denk ik. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik heb geen idee meer. Ik moet echt nog wel die maps leren kennen. Ik val nu gewoon letterlijk te plekken. Dus ik probeer er nog wat te doen, maar dat gaat hem natuurlijk niet meer worden. Pak hem, jongens, achter hem aan. Let's go, er zat er nog één hier. Oh, ik heb ze alle twee, nice. Althans, teammate killde hem. En als je eigenlijk een assist krijgt, dan krijg je er ook automatisch een kill bij. Dus op die manier werkt heel de game. Wat eigenlijk wel fijn is, want mocht je dan heel slecht spelen, je krijgt gewoon allemaal assisten. Hij is door de portal gaan achter me. Sorry, vriend, ik had hem door. Die was slim van je, maar sorry dat ik hem door had. Portaltje weggooien, doe je ermee. Zit er nog eentje hier naast me? Gaat het door. Maar ik had het ook door, dankjewel. En die was heel slim van hem. Ah, oh, dat hij in één keer zo achter me kwam. Maar gelukkig had ik hem door. En daarom moet ik denk ik ook mijn sensitivity nog wel wat hoger zetten. Want eigenlijk staat mijn sensitivity net wel te laag. Om op tijd te kunnen omdraaien. Iemand die naar het midden van de map komt? Jij bijvoorbeeld? Gewoon door mijn portal heen. Kijk, ze hebben niks door. Ik schiet gewoon door mijn portal heen. Kijk, die is weak. Daar moet ik achteraan. Die is letterlijk one shot. Daar is die. Hij gaat ook door de portal heen. Die was slim van hem. Oh, dat is mijn teammate. Dat was de enemy achter ons. Ergens. Ik weet alleen niet waar. Volgens mij staat hij hier. Jij staat hier. Hé, vriend, dan val je van de map af. Dat had ik net ook. Op precies dezelfde plek viel ik ook van de map af. Oh, ik heb een verkeerde gunny voor. Hij komt weer achter me. Of boven me. Boven me. Onder me. Ik heb hem nog. Ik heb hem net voordat hij door zijn portal ging. Ik moet ook mijn portal daar spannen. Ik gooi even die van hun weg. Kijk, hij gaat er zelf ook doorheen. Drie keer gehit. Achter de maand team met heeft hem lekker bezig. Maar ik moet zelf ook even mijn portals gaan gebruiken hier. Want kijk, we kunnen hier gewoon doorheen schieten. En dan kunnen we ze allemaal zien lopen. En dan kunnen we ze ook allemaal neerhalen. Nice, lekker bezig. Loopt er hier nog één. Nice, lekker bezig. Echt, deze game is ook zo intensief. Ondanks dat de maps heel anders zijn dan bijvoorbeeld in Call of Duty... Speelde nog steeds zo ontzettend snel. Dat is gewoon echt wel bizar. Oh oh. Waar ga je naartoe? Oh, ik heb hem nog. Staat er nog één achter me. Komt hij aan, komt hij aan, komt hij aan. Nooit dat ik die nog had. Was hij zo ziek geweest. Hij had 9 HP over, jongen. Wow, yo. We zijn ze echt wel aan het pakken, hoor. Je kan zeggen wat je wil. We zijn ze echt wel goed aan het pakken, gewoon. Die portals waren zo te zien van mijn teammates. Dus die kan ik natuurlijk niet weghalen. Het zal een beetje zielig zijn voor je team namelijk. Loopt er nog één op dezelfde plek. Want ik kan door mijn portal heen gaan. Vloep. Die had hij niet door. Oh, hier ga ik wel neer. Hier ga ik wel neer. Teammate, dankjewel. Er liepen er twee. Ik focus op de ene. En mijn teammate focust op de andere. Die was super beast, ouwe.
Die was echt oprecht super beast van mijn team. Dankjewel, jongens. Oh, verkeerde wapen. Niet mijn SS Rifle ervoor gebruiken. De lange afstanden kan je beter met je carbine schieten in plaats van je Essence Drive, maar hij zit nu boven me. Je kan er alleen geen portal spannen. Je kan alleen een portal spannen op de blauwe gedeeltes. Floep, hallo enemy. Hij loopt hier door. Hij is niet naar rechts gegaan. Ik hoor hem lopen namelijk. Ik zit vol achter hem aan nu. En je ziet dat ik wel af en toe inzoom. Maar het is niet nodig in de game. Het is echt niet nodig in de game. Nog één kill, teammates. Nog één kill, teammates. Oh, jullie hebben hem niet gemaakt. Dan kom ik eraan. Ik kom jullie helpen. Ik kom jullie supporten. Mijn jetpack is nog aan het bijladen. Loopt er één onder me. En... game gewonnen. Let's go. Woe! Dit hebben we goed gedaan. Potje gun game om eigenlijk de wapens te showen. Team Deathmatch potje gewonnen. Nog een Team Deathmatch potje ook gewonnen. En zo spelen wij Splitgate. Ik moet je zeggen, we hebben 32 kills gemaakt. We zijn nog niet de beste speler in de game. Want ik ben pas level 11 op dit moment. Dus ik ben echt net pas begonnen met spelen. Maar met wat oefening, met wat practice en met veel spelen. En met het oefenen van de portals schieten en gebruiken. Kunnen we denk ik wel heel veel gaan doen in deze game. Dus wil je er meer van zien? Vond je dit nog leuk om naar te kijken? Ram natuurlijk zijn Skydrop Lightning zou ook heel erg gaaf vinden. Hij is gratis om te spelen op natuurlijk bijvoorbeeld de PlayStation. En misschien zie ik jullie ook wel in een potje voorbij komen. Dus thanks for watching, thanks voor de support, dank voor het intunen. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.